Zie de zon weer schijnen. Kent u die uitdrukking? Zie de zon weer schijnen. Dames en heren, het is de titel van mijn eerste DVD. Zie de zon weer schijnen. Zie de zon weer schijnen. En het is de bedoeling van deze DVD dat als u er thuis naar kijkt en ernaar luistert, dat u wat opgewekter wordt. Als u mijn preken hoort, dat u wat opgewekter wordt. Wat meer zelfvertrouwen krijgt. Wat meer inzicht en wellicht ook wat meer evenwicht. En natuurlijk heb ik de wijsheid niet in pacht, dames en heren kijkers. Maar ik heb wel soms het idee dat ik u een klein duwtje in de rug kan geven. Dat er een glimlach van herkenning om uw lippen gaat verschijnen. Zie de zon weer schijnen. En als u deze DVD niet nodig hebt, dan weet u wellicht iemand die wel behoefte heeft aan een optimistisch geluid. Zie de zon weer schijnen. Probeer weer optimistisch te zijn. Pak de draad weer op. Hè? Ga gewoon weer lekker door. En ik ga niet vertellen, dames en heren, wat er allemaal op staat. Maar ik wil volstaan met de website te noemen. Anders dan wordt het zo'n reclame en daar hou ik niet van. U moet zelf de weg weten te vinden. Als u kijkt naar www.domineegrendaert.nl, dan kunt u vinden waar u hem kunt kopen. En waardoor u zelf weer een prettiger mens gaat worden na het aanschouwen van deze DVD. Dan wens ik u een hele fijne voortzetting. Neem me niet kwalijk dat ik toch een beetje reclame voor deze DVD gemaakt heb. Maar het is uit een goed hart, ik bedoel het goed. En ik wens u ook heel veel plezier en geluk met deze DVD. Zie de zon weer schijnen. Ik hoop dat het zijn uitwerking heeft. En ik wens u een aangenaam etensmaal met spekjes erin. Dank u wel.